Focus hier en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb het heel vaak in mijn video's over een ETF genaamd Vanguard All World met tickersymbool VWRL. En ik dacht, weet je wat, ik maak eens een video over de VWRL. Dat ik rustig alles duidelijk kan uitleggen en dan kan ik ook meteen uitleggen waarom beleggen in deze ETF zo populair is. Laten we snel beginnen. Beleggen, logischerwijs, doe je voor je toekomst. En gokken met je toekomst, ja, dat wil je natuurlijk vermijden. En natuurlijk is het verdiepen in losse aandelen hartstikke leuk en dat kan ook heel veel opleveren, maar het doel van beleggen is om met zo min mogelijk risico een hoog rendement te behalen. En als beginnende belegger kan het ook heel pittig zijn om individuele aandelen goed te analyseren, want er komt namelijk gewoon heel veel op je af. Je ziet bijvoorbeeld financiële gegevens van een bedrijf, maar ja, wat houdt het nou allemaal in? En dat kost best wel veel tijd om dat allemaal te leren. Maar niet beleggen omdat het te moeilijk is of omdat het te veel tijd in beslag neemt, ja, dat is natuurlijk de verkeerde keuze. Want ik snap best wel als je 40 uur per week werkt, dat je niet denkt, nou oké, eindelijk weekend, ik ga dit weekend uren achter mijn laptop zitten om financiële gegevens van bedrijven te analyseren. Nee, dan heb je natuurlijk wel wat beters te doen. En daarom zie je dat steeds meer beleggers kiezen voor ETF's zoals de VWRL. De VWRL is te koop via de Giro en mocht je interesse hebben om een account te maken bij de Giro om zo de VWRL te kopen. In de beschrijving staat een linkje naar de Giro en dat zal ook nog eens het kanaal een handje helpen, dus dat is altijd welkom. Met de VWRL koop je met één ETF heel veel verschillende aandelen. Bijvoorbeeld het aandeel van Facebook zit in de VWRL, maar de aandeelprijs van Facebook is op dit moment $254. Terwijl de VWRL in zijn totaliteit voor onder de €80 ingekocht kan worden. Dat komt omdat er maar een heel klein percentage van Facebook in de ETF van de VWRL zit. Dus kleine percentages van heel veel verschillende aandelen vormen samen de VWRL. 3474 om precies te zijn. En dat zorgt voor heel veel spreiding. Want stel je gaat zelf aandelen kopen en je hebt op een bepaald moment 5 verschillende aandelen waar je veel tijd in hebt gestopt, maar ook heel veel geld in hebt gestopt. Maar plots gaat er in één keer wat mis met een van je aandelen. Bijvoorbeeld een Galapagos. Dat is een Nederlands farmaceutisch bedrijf en die zakt in de afgelopen 6 maanden van €250 per aandeel naar €100 per aandeel. Dat kwam doordat er een ontstekingsremmer voor reuma door de FDA in Amerika afgewezen werd. Wat inhoudt dat die ontstekingsremmer niet op de markt komt in Amerika. Het kan altijd nog zijn dat het op een later datum wel wordt toegestaan, maar op dit moment is het afgewezen. En die enorme daling zal er natuurlijk dan enorme gevolgen hebben op je vermogen. Want ja, je hebt niet zo heel veel spreiding. Je hebt maar 5 aandelen. En dat is ook helemaal niet zo gek. Het kost veel tijd om aandelen echt goed te analyseren. Dat je echt bij jezelf denkt, oké, in dit aandeel heb ik vertrouwen. Ja, dat gaat best wel wat tijd overheen. Maar als in die periode precies gebeurt wat er met Galapagos is gebeurd, ja, dan heb je natuurlijk een probleem. En daarom wordt een ETF zoals de VWRL steeds populairder. Want als een aandeel binnen de VWRL met 50% zakt, ja, dan merk je niet zo heel veel van. Want je hebt natuurlijk heel veel verschillende aandelen. En natuurlijk, als er een financiële crisis is, zoals in februari en maart, toen ging namelijk de VWRL ook omlaag van €88 naar €59. En op dit moment zitten we alweer bijna op de €80, dus het is ook weer snel hersteld. Dus het is heel belangrijk dat je niet in de paniek van een daling in de aandeelprijs je positie gaat verkopen. Je moet echt kijken naar de lange termijn. En natuurlijk, dit soort dingen, ja, die gebeuren in de zoveel tijd. Maar als je echt kijkt naar de lange termijn, maakt dat niet heel erg veel uit. Het beste wat ik je kan aanraden, stel je voor, jij hebt het plan om elke maand €250 in de VWRL te stoppen. Nou, doe dat dan gewoon en kijk niet naar de prestaties van de VWRL. Gewoon maand in, maand uit doen en dat voor jaren, dan zal je zien dat je heel veel vermogen aan het opbouwen bent. De VWRL begon in mei van 2012 en je ziet eigenlijk dat het elk jaar steeds populairder aan het worden is. Op het moment van inspreken, en dat is natuurlijk september 2020, is er door Nederlanders voornamelijk 6,5 miljard belegd in de VWRL. Het is namelijk een ETF die heel populair is bij Nederlanders. En op dit moment zijn er 3474 aandelen in de VWRL en dat is ook nog eens allemaal verschillende sectoren en allemaal verschillende landen. Je ziet natuurlijk nu de percentages voorbij komen, 22,2% in de technologie, 17,4% in de financiële sector, 13% in de consumentendienst, ga zo maar door. De VWRL is wel georiënteerd op Amerika, dat heeft ermee te maken dat Amerika de wereldeconomie is, dus het is niet zo gek dat heel veel aandelen
Amerikaans zijn. 57,4% om precies te zijn. Voordat we doorgaan met de video zou ik adviseren als je nieuw bent om nog even te abonneren. 10.000 abonnees is het doel, dus ik kan alle hulp gebruiken. En een like helpt het kanaal ook, dus dat zou ik ook op prijs stellen. En de VWDL werd natuurlijk in 2012 opgericht. En in die 8 jaar tijd is er gemiddeld gezien een rendement van bijna 9% per jaar. Er zullen natuurlijk jaren zijn dat het wat slechter gaat en sommige jaren weer een stukje beter. Dus gemiddeld gezien, als jij in 2012 was ingestapt, had je elk jaar 9% rendement. En 8 jaar in de beleggingswereld, ja, dat is gewoon een hele korte periode. Dus je kan er niet van uitgaan dat dit nog 15 of 25 jaar doorgaat. Maar stel, we gaan vanuit dat het 7,5% gemiddeld is voor de komende 25 jaar. En jij besluit, weet je wat, €250 per maand in de VWDL zonder startkapitaal. Dan heb je na die 25 jaar €212.000 aan vermogen opgebouwd. Dus stel je begint op je 20ste, dan heb je op je 45ste alweer een behoorlijk vermogen. En hoe meer tijd er overheen gaat, hoe harder het gaat. Dus rente over rente. Want als je op je 45ste bedrag nog 10 jaar vasthoudt, dus die €212.000, en ook nog eens €250 per maand, dan heb je op je 55ste, 10 jaar later dus, €481.000 aan vermogen. Dus je had eerst 25 jaar nodig om €212.000 vermogen op te bouwen met €250 per maand, terwijl je nu in 10 jaar tijd van €212.000 naar €481.000 gaat. Dus ik hoop hiermee aan te geven dat het heel belangrijk is om te beleggen voor je toekomst. En met de VWDL heb je geen kennis nodig over het beleggen. Gewoon inloggen op de Giro elke maand en je bedrag beleggen. En op de Giro betaal je geen transactiekosten. Dus elke maand kan je de VWDL kopen zonder een paar euro kwijt te zijn aan transactiekosten. Nou, dat is dus ook een reden waarom heel veel Nederlanders beleggen in de VWDL bij de Giro. Nogmaals, het linkje staat in de beschrijving als je een account wilt aanmaken bij de Giro. De ETF op zich kost wel geld. Op jaarbasis zijn de kosten 0,22%. En het is niet zo dat je elk jaar een rekening krijgt. De kosten worden namelijk automatisch verwerkt in de koers van de VWDL. En die 0,22% is nog steeds heel erg laag. Als je op de Giro zit, let er dan wel op, als je de VWDL aanschaft, dat je doet op de beurs Euronext Amsterdam. Anders bestaat er namelijk de kans dat je alsnog transactiekosten moet betalen. En bij de VWDL is er ook sprake van dividend. In 2019 gezien zat het net iets onder de 2%. In 2020 zal dat lager liggen door de crisis. Maar op de lange termijn is 2% dividend zo'n beetje de verwachting. Je koopt de VWDL niet voor het dividend. Je koopt de VWDL door enorme spreiding in aandelen, sectoren en landen. Maar 2% dividend op jaarbasis is natuurlijk altijd welkom. Dus even kort samengevat. Maandelijks kan je via de Giro zonder transactiekosten de VWDL kopen. Daarmee koop je ruim 3400 aandelen in verschillende sectoren en landen. En de laatste 8 jaar was er gemiddeld gezien bijna 9% rendement per jaar. Dus zonder uren onderzoek te doen naar aandelen kan je toch op een goedkope en snelle manier beleggen. En daarom is de VWDL zo populair. Voor nu komt wel aan het einde van deze video. Mocht je nog vragen hebben, laat het zeker achter in de comments. Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen te overtuigen dat beleggen belangrijk is voor je toekomst. Dus als die antwoorden je op weg helpen, ja, dan help ik je natuurlijk graag. Je mening over de VWDL zou ik ook graag horen. Stop je alles in de VWDL of koop je toch wat losse aandelen erbij? Ben altijd benieuwd wat jullie plan is. Voor nu kom ik wel aan het einde van deze video. Wil je meer van dit soort video's zien? Vergeet het zeker niet te abonneren. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.